We eten en drinken allemaal en daarom hebben we dagelijks te maken met tandplak. Tandplak is een laagje bacteriën, etensresten en speeksel wat overal op je tanden gaat zitten, ook ertussenin. En daarom is het soms lastig te verwijderen. Als je tandplak niet weghaalt, wordt het tandsteen door mineralen uit speeksel. Het verkalkt als het ware. Het kan dan niet meer verwijderd worden met een tandenborstel. Het heet natuurlijk niet voor niks tandsteen. Op tandsteen hecht zich gemakkelijk nieuwe plak en daarmee groeit de kans op ontstekingen aan het tandvlees. Tandsteen komt het meest voor op plekken waar je zelf moeilijk bij komt met je tandenborstel. En daarom is het belangrijk om het tandsteen regelmatig te laten verwijderen door je mondhygiënist of preventieassistenten. Niet iedereen heeft evenveel last van tandsteen. Voeding, speeksel en een goede mondhygiëne spelen hierbij een belangrijke rol. Ik geef u graag tips hoe u uw tanden het beste kunt verzorgen. En u bent van harte welkom in mijn stoel.